Ole Tobias, gefeliciteerd een 3-0 zege op Go Ahead Eagles. Dit was denk ik het beste antwoord naar de 7-2 van vorige week. Ja, helemaal met je eens. Er was maar één antwoord en dat was weer hard werken. Als team een goede prestatie neerzetten en 3 punten pakken. Dat komt met mooi voetbal, komt met lelijk voetbal. Maar de enige juiste antwoord was 3 punten pakken. Was je vooraf nog benieuwd hoe je ploeg zou reageren na zo'n ruimere nederlaag? Ja, zeker. Maar dat hebben we ook besproken deze week, maar ook voor de wedstrijd. Van, ja, nu laat hij gewoon weer zien. En dat hebben ze ook gedaan. En voor ons een hele goede, sterke eerste helft spelen. Had misschien nog meer 100% kansen kunnen creëren. Maar ik denk dat we heel veel voorzetten gehad waar we net niet als de eerste op de bal kwamen. Waar de bezetting niet goed was. Maar in de tweede helft kwam je iets minder aan de voetballen. Maar wel een hele degelijke tweede helft waar je bijna niks weggeeft. Maar waar je dan jezelf beloont met 2 doelpunten. En uiteindelijk een vrij makkelijke overwinning boekt. Ja. 3 goals uit 3 hoekschoppen, die dode spelmomenten zijn echt een gevaarlijk wapen. Hè? Ja, maar dat hebben we ook gezien vorige week Cambuur. Ja, dan krijg je 4 tegen. Nu maken ze zelf 3. Dat maakt het een stuk makkelijker. En daar ben ik heel blij mee dat we zoveel dreiging hebben inderdaad met standaards. Maar hoe we ook scoren maakt me niks uit. Ik ben gewoon heel blij met deze 3 punten en de overwinningen. Als je dan ziet dat Go Ahead tot vandaag nog maar 9 tegengoals had gekregen en daarmee ook de minst gepasseerde defensie in de keukenkampioen-divisie had, dan denk ik dat je extra tevreden moet stemmen. Ja, ik kijk er niet zozeer naar. We wisten dat het gewoon een hele lastige tegenstand is. Ze hebben de laatste weken echt hele goede resultaten neergezet. Weinig tegendoelpunten, wat je zegt. En dat maakt gewoon een lastige tegenstand. Maar ja, het gaat gewoon om onszelf. Focus ligt op onszelf. Hoe kunnen we een tegenstander pijn doen? Wat willen we bereiken iedere week in de wedstrijden? En vandaag hebben we gewoon laten zien wat we graag wilden zien. En dat was weer strijd leveren, een teamprestatie. En dan ben ik wel heel blij mee dat we dat hebben laten zien, ja. 1 doelpunt wil ik er heel even uitpikken. Die van Xian Emmers bij zijn rentree na een periode van blessureleed. En dan ook nog met het hoofd. Ja, het is natuurlijk bijzonder dat hij met de hoofd scoort. En volgens mij is dat voor het eerst in zijn carrière. Maar ik ben gewoon heel blij dat hij weer terug is. Na een lange blessure. Hij heeft maar een paar keer meegetraind. Hij moet meer ritme opdoen. Maar voor het team en voor hemzelf is het gewoon heel fijn dat hij terug is, ja. Tot slot, mede door blessures en afwezigen maakte Guillermo Gauna zijn basisdebuut vandaag. Wat voor indruk maakte hij op jou? Ja, heel goed. Die jongen is continu onderweg. Heeft hard gewerkt. Aan de bal een hele mooie actie in de eerste helft met Thomas. Waar die helaas niet echt tot een schot kon komen. Maar ik ben gewoon heel blij dat die jonge jongens dat het zo oppakken. Als ze moeten beginnen aan de wedstrijd of als ze invallen. Ja, uit blessures en ziektes kunnen ze helaas... Sommige spelers helaas niet meedoen en ja, dan moeten de jongens hun kans pakken en dat doen ze ook. Dus daar ben ik wel heel blij mee, ja. Wel mooi om te zien wat voor team er dan dus staat. Nee, absoluut. Met Cheryl als rechtsbuiten, met Guillermo op 10. Ja, dat ben ik heel blij mee dat ze wel laten zien in zulke wedstrijden, ja. Dankjewel, op naar Volendam. Dat zeker, ja. Eerst even genieten en dan gaan we focussen op Volendam. Dankjewel.